Dit is hem, de Ofonde op de Keizer Karelweg met de kruising Graaf Albrechtlaan. De gemeente plaatste hem in 2013 na diverse ongevallen, waaronder een dodelijk ongeval in 2012. Hoe staat het nu met de veiligheid? Zijn de omwonenden tevreden met de Ofonde? Ja, ik vind hem wel verbeterd na de aanpassing, inderdaad. En waarom vindt u dat? Het is in ieder geval wat overzichtelijker. En ik denk ook minder last van optrekkende en stoppende auto's. En met name de bussen, wat ook wel veel geluidoverlast maakt. Dus het loopt denk ik wat vloeiender. Alleen soms moet je wel erg opletten, ook als fietser, dat mensen, ze kijken niet echt of er ook fietsers aankomen. Dus dan rijdt men door en dan is een fietser soms wel eens die staat er een beetje ongelukkig op dan. Ik vind het wel een verbetering met wat het vroeger was met de stoplichten, maar het blijft wel een onveilige situatie, want ja, die rotonde die daarvoor ligt, die heeft een andere voorrangsregeling. En daardoor merk je dat bestuurders daar gewoon niet op anticiperen dat het hier anders is en daardoor vaak toch doorrijden. Of ja, je moet als fietser of voetganger echt heel erg dat in de gaten houden en daar rekening mee houden en eigenlijk ervan uitgaan dat ze eigenlijk doorrijden. Want er zijn er veel die op de rem moeten of ja, doorrijden. En dat maakt het wel gevaarlijk, ja. Ja, gezien het feit dat er geen ongelukken meer hebben plaatsgevonden sinds de Ofonde er is, denk ik dat het een stuk verbeterd is. Het is nog wel zo dat als je vanaf de molen komt, zeg maar, en dan de Keizer Karelweg oprijdt, ja, die snelheid is nog wel heel hoog. Vooral van bussen en van vrachtwagens die hier vaak rijden. Het is natuurlijk een doorgaande weg waar kindjes naar school gaan. Dus daar vind ik nog wel dat er nog wat aan moet gebeuren. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden over de Ofonde, zoals die dan nu heet. Hoewel er aandachtspunten overblijven, is het aantal ongevallen gelukkig fors afgenomen. Echter, het blijft oppassen.